En wij gaan nu onze auto ophalen voor de komende 2 dagen hier in Ibiza. En die wordt heel erg vet. Het is al 5 uur en ik denk dat ik pas ongeveer 500 calorieën op heb vandaag. Dus het is time for food. Ja, we moesten de hotel betalen. Burger time. It's time for the beach. Tweede dag in Ibiza, gisteravond nog even uit geweest in de stad. Vanochtend eigenlijk gechilled, rustig aangedaan. Daarna hebben we dit beest meegenomen. Voor een beetje een bumpy ride, maar wel een heel mooi uitzicht. En hier gaan we nu wat fotootjes maken, een beetje filmen, chillen, van een paar rotsen springen. Ja, genieten van het zonnetje. En het plan is nog steeds om vanavond volgens mij naar Ushuaia te gaan. Heerlijke middag gehad. We hebben wat content gemaakt voor Lamzak. Lekker gechilled, van cliffs gesprongen, van het zonnetje genoten. En nu is het alweer 4:30. Gaan we even eten en dan gaan we naar Ushuaia. Ushuaia ready to party. 3, 2, 1. Een hele goede morgen. Het is dag 3 in Ibiza. En het is ook direct onze laatste dag. Vanavond vliegen we weer terug naar Valencia om vanuit daar de route voor te zetten. Feestje Ushuaia gisteren was echt heel erg tof. Vette DJ, super toffe sfeer. Nu is het tijd om even goed wakker te worden. Om de dag te beginnen. Hola. 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 Dit is onze status deze ochtend. We zitten eigenlijk alle drie gewoon een klein beetje te werken, video's te editen. We hebben 2 dagen feestjes gepakt, dus vonden we nu al tijd om lekker te relaxen, rustig aan te doen. Is onze laatste dag. Verder gaan we nog wel even naar het strand en we gaan sporten. Top? Ja, doen we hier achter. Oh, Louise begint al. Oké, veel wind, maar dit is in ieder geval het laatste uurtje in Ibiza. En daarna moeten we terug naar het vliegveld. Maar we gaan nog snel wat content maken voor Lamzak. Ik denk dat we het toppunt van roadtrippen bereikt hebben. We vliegen over 2 uur terug naar Valencia. We hebben op het strand gehangen. We zitten vol onder het zand. We zijn bezweet. En we vinden geen douche. Dus wat we gaan doen is gewoon met overal zand het vliegtuig in. Ja.
Dat is wat wij gaan maar doen. Maar het is erger geweest. We hebben ook een keer een paar dagen niet gedoucht op de hele weg. Ja, dat is ook wel waar. Dus het valt wel mee. Ja. Maar we hebben nog een halve ton water. Dus we hebben nog heel veel water. Wat we eigenlijk normaal gesproken moeten opdrinken. Nou, daar gaan we ons mee douchen. Douchen tijdens roadtrippen, part 1. Agua. Agua. Agua sin gas. Agua mucho gas. We hebben daar gewoon een echt hele dikke schijf aan. Ik heb nog nooit zo snel gedoucht. Dus je bent ook nog schoon? Nou, ik vind dit wel een mooi moment om de Ibiza vlog af te sluiten. Vond je dit een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Wil je meer van deze drie gekken zien? Abonneer dan snel. En we zien jullie de volgende keer. Nee! Die ga ik er zeker in.